Ik zie dat de burgemeester is aangekomen. Welkom. Hij is onze eerste spreker van vandaag. Meneer Van Aartje is de burgemeester van de gemeente Den Haag en hij gaat voor ons een korte toespraak houden. U heeft het woord. Nou, zeer veel dank. Ik heb de indruk dat jullie na een week een beetje gaar zijn van deze hele week. Vooral omdat er geweldig werk is verricht, heb ik inmiddels gehoord. Het is overigens voor mij wel heel vreemd om hier te staan, want de laatste keer, dat is denk ik in november of december 2006 geweest. Toen ik Kamerlid was voor de VVD en daarna waren er verkiezingen en toen ben ik eruit gestapt. Ik heb begrepen, jullie hebben een fantastische week gehad. Er is worden in keihard gewerkt onder uw leiding, voorzitter. Dat is allemaal en natuurlijk het hele presidium. Ik zal het heel kort houden. Laat ik zeggen, denken over de Europese Unie en het belang daarvan, daar zie je de laatste jaren toch wel heel veel, wat zal ik zeggen, wat een kritische houding of onder de oppervlakte is er heel veel ongenoegen over de Europese Unie in Nederland. En niet alleen in Nederland, maar ook in heel veel andere landen in Europa. Er is ook heel veel met heel veel cynisme gereageerd toen de Europese Unie de Nobelprijs kreeg voor de vrede. Zoiets van, nou, waarom is dat nou nodig? Moet je kijken, was dat nou, past dat eigenlijk wel? En naar mijn mening is het vooral jullie generatie die absoluut iets zal moeten doen tegen dat cynisme. En tegen die onderstroom van, nou ja, haast Europa-negativisme in dit land en overigens ook in Europa. Ik heb als minister van Buitenlandse Zaken, ben ik in de periode 1998 tot 2002 in het tweede Paarse kabinet zeer bezig geweest met de problematiek van de Balkan. Het was onvoorstelbaar dat je op, laten we zeggen, 2 uur en een kwartier vliegen van hier in een wereld kwam waar mensen elkaar haten en ook elkaar afslachten in Europa. En ik ben er echt van overtuigd dat als in de komende jaren niet jullie generatie in Europa keihard werkt om dat Europese ideaal weer succesvoller te doen zijn dan het misschien tot op heden is, dat we in Europa niet gevrijwaard blijven van weer conflicten zoals we die eigenlijk maar kort geleden hebben gezien. Het is in jullie belang dat dat voorkomen wordt, maar het is tegelijkertijd ook voor jullie, als je nou denkt aan werk, onderwijs, nou, je kan al die thema's noemen. Daar is Europa en de instellingen van Europa en het beter doen werken van die instellingen essentieel. En als jullie het niet doen, mijn generatie zal het, ik zal ervoor blijven strijden zolang ik kan, maar mijn generatie zal het misschien niet meer doen, maar jullie moeten het doen. En ik vind het dus fantastisch dat jullie, ik hoop ook dat het werk dat jullie gedaan hebben alleen maar bijgebracht heeft. Dat is interessant, daar wil ik bij zijn, daar wil ik ook zelf een bijdrage aan leveren in de toekomst. Dat hoop ik van ganse harte. Ik wens jullie dus ongelooflijk veel succes in de studies die jullie allemaal, zullen velen van jullie waarschijnlijk eindexamen moeten doen in de komende periode of in de loop van volgend jaar. Maar blijf alsjeblieft met veel volharding werken aan dat Europese ideaal. Want dat is voor jullie, voor Nederland en voor Europa essentieel. Dat zou ik eigenlijk willen zeggen.
en dat is meneer Herb Brandy. Hij is lid van het Europees Parlement voor Nederland. En hij is ook bereid om aan het einde van onze toespraak een aantal vragen te stellen. Dus denk daar goed over na. Natuurlijk de vragen te beantwoorden. Dank u wel, voorzitter. I feel tremendous forces in this room. Dat zou Churchill gezegd hebben, heb ik ooit geleerd toen ik student was, in een Nederlandse studentenvereniging. En toen hij merkte dat die studenten niet wilden luisteren, zolang hij zich niet aan hun regels hield. En ik heb net een half uurtje zitten luisteren naar jullie en ik had precies datzelfde gevoel. Wat een enorme energie stralen jullie uit en wat een zelfvertrouwen en wat een kracht. Ik was heel diep onder de indruk van alleen al dat laatste half uurtje, en ik begrijp dat jullie toen al half ingeslapen waren, van jullie debat deze week. En ik begrijp nu ook nog veel beter dan toen ik het van de week las, dat Nederland ergens in de absolute top staat wat betreft human capital. En dat ging vooral ook over de jeugd en ja, de toekomst die wij hebben in Nederland wat dat betreft. Ik wil om te beginnen de organisatie heel erg bedanken voor deze uitnodiging. Ik zal ook uitleggen waarom. De afgelopen jaren hebben collega's van mij hier gestaan en ik was stikjaloers. Ik wilde heel graag hier bij jullie ook een keer de afsluitende woorden zeggen bij jullie Model European Parliament. En toen ik dus uiteindelijk die uitnodiging kreeg, was ik, ik zou bijna zeggen, zo blij als een kind. En mijn gedachten gingen toen en ook nu weer, als ik jullie zo zie zitten, voor mij terug naar 30 jaar geleden. Ik was een klein 15, 16-jarig mannetje. En ik deed met mijn school mee met de Model United Nations. En ik vond dat fantastisch. Je hebt hier elk jaar in Den Haag, in februari, heb je een van de allergrootste Model United Nations ter wereld. Fantastisch evenement. Als je het niet kent, je moet echt een keer gaan kijken. Waar duizenden jongeren uit de hele wereld de Verenigde Naties komen naspelen. En ik zou er ook aan mee gaan doen. En ter voorbereiding had onze school bedacht, gaat er ook een clubje naar Londen om het alvast een beetje te kunnen leren. En ik was samen met twee klasgenoten vertegenwoordigde bij Spanje. En ik zat net zo trots achter het bordje Spanje als jullie achter de vlaggetjes hier. En ik voelde mij Spaanser dan de gemiddelde Spanjaard. Ik was bereid mijn leven te geven voor de belangen van de Spaanse visserijvloot. Of elke Brit te lijf te gaan om nou eindelijk Gibraltar een keer op te geven. Ik voelde mij echt helemaal erin zitten. Maar dat was vooral tijdens het voorbereiden. Toen ik in die zaal kwam, waar we met z'n allen zaten, en ik zag waar ik op een gegeven moment mijn opening speech namens Spanje moest gaan houden, toen had ik al een stuk minder zelfvertrouwen. En toen uiteindelijk de letter aan de beurt was, van de S van Spanje aan de beurt was, en ik mocht het podium op, toen was ik bang dat misschien de zaal mij niet zou kunnen verstaan vanwege mijn knikkende knieën en mijn klapperende tanden. Ik was echt dood en dood zenuwachtig. Ik heb mij in 5 minuten door mijn speech heen geborsteld. En als er 5 minuten in mijn leven zijn die een soort zwart gat zijn, dan zijn het die 5 minuten. Toen ik weer terug zat achter mijn bordje Spanje en mij weer een hele manier voelde, had ik eigenlijk geen idee wat ik die 5 minuten daarvoor gedaan had. En ik vind het zo mooi als ik nu jullie hier zie, dat enorme zelfvertrouwen. Ik heb hier bijdrage bij de interruptiemicrofoon gezien, uit het hoofd volgens mij, waarvan ik dacht van jongen, hoe halen ze dat zomaar uit hun hoofd? Prachtig. Ik moet wel zeggen, gelukkig groeien, dus jullie worden ook alleen nog beter. En toen ik 2 jaar later aan een soort Model Tweede Kamer deelnam, toen mocht ik fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid zijn. En toen is het me zelfs gelukt om het kabinet te laten vallen. Dat is toch wel heel wat. Volgens mij zijn hier weinig resoluties aangenomen, dus de commissie had het ook al een beetje moeilijk. Dus jullie zijn al ook daar weer veel verder dan ik in die tijd. Wat jullie doen, en wat ik ook in het verleden gedaan heb met die Model United Nations en zo'n Model Tweede Kamer, is eigenlijk fantastisch om te doen. Je hebt heel mooi contact met
met jaargenoten, met leeftijdsgenoten uit verschillende delen, in dit geval vanuit Nederland. Ik vond vooral bij de Verenigde Naties ook fantastisch om allemaal leeftijdsgenoten uit andere landen te ontmoeten. En wat mij toen al opviel, heel veel verschillende mensen, verschillende achtergronden, verschillende landen, verschillende culturen, verschillende geloven. Maar als je zo met elkaar aan het werken was, kwam je er eigenlijk achter dat je veel meer overeenkomsten had dan verschillen. En dan is het eigenlijk heel raar in de politiek dat je het altijd maar over de verschillen hebt, terwijl de overeenkomsten veel groter zijn. Sterker nog, ik denk in het algemeen dat er tussen mensen veel meer overeenkomsten zijn dan verschillen. En dat was in ieder geval voor mij al een hele belangrijke les in die tijd. Denk ik terug aan die tijd en aan jullie, dan hebben jullie het wel veel makkelijker in zekere zin. Wij moesten een resolutie typen op een typemachientje en vervolgens moest je dat papiertje naar een stencilkamertje brengen. Dan moest je met carbonpapier, ik ga allemaal dingen noemen waar jullie het waarschijnlijk nog niet van gehoord hebben. Dat moest je op een carbonpapiertje plakken en door een soort ding draaien en dan voor je het weet had je je resolutie 30 keer. Dus zelfs je kopieermachine was in Londen nog niet doorgedrongen. En jullie hebben natuurlijk zo verschrikkelijk veel prachtige dingen tot je beschikking. Jullie hebben zelfs kopieermachines. Maar ICT, sociale media, Facebook, LinkedIn, noem allemaal op. Het is prachtig. En het is zelfs zo mooi dat eigenlijk de plaats waar je zit niet eens meer zo belangrijk is. Jullie kunnen net zo makkelijk communiceren met die jongen of dat meisje in de straat als met die jongen of dat meisje in Sydney of in Buenos Aires. Dankzij ICT, dankzij die nieuwe media die we hebben, lijkt waar je bent, lijkt helemaal niet meer zo belangrijk. Maar toch, afkeer van het vreemde komt vooral van het onbekende. Ik had het net al even over de overeenkomsten tussen mensen en de verschillen. Ik ben ervan overtuigd, als we veel meer van elkaar weten, dat we ook veel meer van elkaar accepteren. En daarom, ICT, sociale media, het is prachtig, maar als ik jullie een advies mee mag geven, dan zou ik toch zeggen, ga op zoek naar dat onbekende. En ga achter het vlaggetje aan wat voor je staat, en achter nog veel meer vlaggetjes. Ga achter het onbekende aan. Maak straks gebruik van Erasmusbeurs. Ga je talen ontwikkelen. Ik merk in het Europees Parlement hoe belangrijk het is dat je talen spreekt. En als ik toch adviezen geef, schaam je je niet voor je eigen ideeën. Die zijn, ook als je jong bent, heb je ideeën en dan denk je nog wel eens van, nou, ik weet niet of ik heel serieus word genomen als ik dat idee naar voren breng. Maar ik heb dat één keer ook zo gedacht. Ik was mijn eindscriptie aan het schrijven bij mijn studie en ik schreef over de Verenigde Naties en de rol van de Veiligheidsraad bij de tweede golf, bij de eerste golfoorlog in de jaren 90. En ik zag dat het zo moeilijk was voor de Verenigde Naties, voor de wereld, om een veiligheidsmacht op de been te brengen. Want dat is een hele ingewikkelde procedure en alle lidstaten moeten instemmen, noem allemaal maar op. Toen dacht ik in mijn, was ik bang, naïviteit, van waarom krijgt de VN niet zelf een soort noodbrigade om in ieder geval snel ergens naartoe te kunnen gaan. En dan kom je dadelijk wel met, later wel met de procedure om de landen ook verder mee te laten gaan. Maar ik schrok een beetje van mijn eigen gedachten en ik besloot om dat maar niet in mijn scriptie te zetten. Nou, het gevolg was niet alleen dat ik een zeventje had voor mijn scriptie, dat was anders veel hoger geweest. Maar dat idee van mij, dat werd nog geen 3 maanden later door Hans van Mierlo als minister van Buitenlandse Zaken gelanceerd in de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Met andere woorden, schaam je niet voor je eigen idee, maar toets ze eens een keer ergens en ga er gewoon voor. Straal dat zelfvertrouwen ook bij je eigen ideeën uit. Ik zit in het Europees Parlement. Jullie hebben het Europees Parlement nagespeeld en ik heb volgens mij het woord Europa nog nauwelijks genoemd. Dat heeft de burgemeester van Aartsen al voor een groot deel gedaan. Ik zal er tot slot toch iets over zeggen. Europa is voor mij, vooral de Europese samenwerking, is welzijn. Het welzijn wat wij in Europa hebben, hebben we te danken aan de Europese integratie. Vrede,
veiligheid. Ook welvaart, hè, de economische voorspoed. Maar ook de schone leefomgeving die we hebben. Het aantal verworvenheden dat wij in Europa hebben is ontelbaar. En dat hebben we echt te danken aan die Europese Unie. Aan het feit dat wij na de Tweede Wereldoorlog met elkaar besloten hebben dat nooit meer wij gaan samenwerken. En dat is, vind ik echt fantastisch. En als ik dan hoor over welke onderwerpen jullie hier met elkaar gediscussieerd hebben. Ik hoorde de bankenunie, schaliegas, jeugdwerkloosheid, wat ik zelf nog een stuk van heb met kunnen meepakken. Cybercrime, stuk voor stuk onderwerpen waar wij, as we speak, in het Europese parlement ook heel erg mee bezig zijn. En allemaal onderwerpen die te maken hebben met het welzijn van mensen. Dus ik vind dat echt, echt hartstikke mooi dat jullie daar op deze manier mee bezig zijn. Knikkende knieën 30 jaar geleden, die ben ik gelukkig kwijtgeraakt. Ik denk dat jullie ongetwijfeld ook dingen in jezelf zien waarvan je zegt van nou, dat zou ik over 30 jaar kwijt willen zijn. Mijn allerlaatste advies, ga door zoals je nu bezig bent. Straal dat zelfvertrouwen uit. Houd de kracht die je hebt. Blijf bij je ideeën. Maar luister ook naar die van anderen. En heel veel succes verder met jullie toekomst. Ik begin mij nu al zorgen te maken om de verkiezingen voor het Europese parlement in 2014, 22 mei. Want met zoveel talent wat op de deur staat te kloppen, ben ik echt niet meer zeker van mijn plek. Dankjewel en heel veel succes. Parlement officieel gaat sluiten, zijn er nog een aantal huishoudelijke mededelingen. De bekendmaking van de delegaties is zometeen beneden, waar ook het eten wordt geserveerd. Dus we gaan zo meteen met z'n allen naar beneden en daar wordt bekendgemaakt wie ons gaat vertegenwoordigen op de internationale conferentie. Daarna is er nog een maaltijd en deze is alleen voor de deelnemers en de begeleiders, dus de mensen met een badge. Vergeet niet jullie spullen mee te nemen, je tas, je papieren, eigenlijk alles behalve het vlaggetje en de landenbordjes. Dan was dat het, maar we gaan het nog even officieel sluiten. Bij deze sluit ik de 25e editie van het Model European Parliament. APPLAUS